De heer Eertmans. Voorzitter, ik vond het zinnetje net wel aardig wat de heer Wilders zei. Ik dacht de tweede vraag van de heer Dassen. Van we geven het kabinet vertrouwen en ruimte op asiel na. Zo is dat. En nou is mijn vraag, wat doet de PVV als de Raad van State negatief adviseert over de asielwetgeving? Ja, ik ga daar natuurlijk zelf ook niet nu op speculeren. Dat is om problemen vragen. Dat ga ik niet doen. De procedure is nu dat het kabinet gaat besluiten wanneer binnenkort, hoop ik, dat zij het KB op grond van artikel 111, de voortduringswet en de ANVB's die daaronder liggen, die alle drie op de KB nadan, alle twee naar de Raad van State gaan, dat zij zelf nu daar eerst over gaan overleggen of dat dragend genoeg is gemotiveerd. Dan gaan de voortduringswet samen met de ANVB's gaan dan naar de Raad van State. Die komen dan terug. En afhankelijk van de aard van het advies zal er in het kabinet opnieuw over worden gesproken. En ik ga er dan niet op vooruitlopen wat er ligt. Laat de Raad van State en het kabinet zijn en haar werk doen. En dat zien we dan wel wat er gebeurt. Dat vind ik wel echt heel slap. Want dat zien we dan wel weer. U zei net asiel, sorry, maar asiel, dat is iets waar, dat is de heilige graal. Dat is voor u echt heel belangrijk en terecht, denk ik. Nou zijn er wat geluiden geweest van de eigen coalitiepartner NSC, mevrouw Vroonhoven, die toch heel openbaar heeft gezegd van ja, wacht even, als de Raad van State niet kritisch, maar negatief adviseert, gewoon negatief, dan is onze steun niet zeker. Is dat niet een probleem? Voor de heer Wilders. Ik hoorde haar daarna ook zeggen van dan moeten we terug naar de tekentafel. Maar nogmaals, ik ga er nu niet over speculeren. Het helpt het proces ook niet, want daardoor wordt het advies niet positiever of negatiever. Dus de procedure is nu wat ik u net zei. Het kabinet stuurt dat hopelijk zo snel mogelijk naar de Raad van State. Dan komt er het advies en dan hoort u en ik hopelijk zo snel mogelijk meer. Ik denk dat dat ook het meest verstandig is om nu te doen. Want om het nu op scherp te zetten, ik snap dat dat voor sommigen, ik zeg niet dat u dat doet, interessant kan zijn. Maar dat helpt een streng en stevig asielbeleid, wat mij betreft het strengste beleid ooit, brengt dat niet dichterbij. Nee, dat klopt, dat helpt het niet. En volgens mij was de heer Wilders juist degene die het op scherp stelde, best wel scherp, in ieder geval op Twitter. Van, ik zou er nog maar eens even heel goed over nadenken, mevrouw Vroonhoven. Publiekelijk werd die sneer toch weer teruggegeven. Kijk, het stelt mij niet super gerust. Als het asielbeleid dan in handen is van de Raad van State, waarvan we weten, er komt geen wet terug zonder commentaar, oké. Maar in dit geval ga er maar vanuit dat de Raad van State dat niet zo ziet zitten. Ondanks misschien de heer Van der Staaij, een vriend denk ik ook wel van de heer Wilders van vroeger, een bekende. Dan zal dat best wel heel kritisch worden bejegend. En dan is mijn vraag, in hoeverre blijft er dan nog wat over als u de grillen van NSC elke keer dat u daaraan tegemoet moet komen? En nogmaals, ik ga daar nu niet op reageren. Het feit dat ik niet reageer, kunt u niet afleiden wat mijn reactie zal zijn. Ik zeg het er wel meteen bij, maar ik ga dat nu niet doen. De heer Timmermans. Voorzitter, collega Jimmy Dijk confronteerde de heer Wilders met een aantal keuzes die de heer Wilders heeft gemaakt, want regeren is kiezen. Een aantal van de posities die Jimmy Dijk verdedigt, die werden tot aan de verkiezingen.